Vorig jaar mocht ik hier voor het eerst de Eredivisie Tour spelen. Toen heb ik de finale gewonnen op het Marktplein. En ja, nu zijn we hier op het Sportpark Almelo. Ja, het is super vet. Vorig jaar was jij de ster van het centrum van Almelo. Hoe gaat het dit jaar worden? Ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat ik weer kan zeggen dat ik te sterk ben, dat ik ga winnen. Ik speel nu wel tegen mijn vorige maatje, met wie ik vorig jaar goud won. Daar sta ik zo meteen tegenover. Mm-hmm. Hij is natuurlijk ook gretig om te winnen, dus ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt. Waarbij ik hopelijk aan het langste eind trek. Ja, je bent gewisseld van maatje. Hoe komt dat zo? Klopt. Beach Team Nederland die heeft mij na een winterprogramma dat ik daar heb meegedraaid gevraagd of ik aan wilde sluiten bij de nationale selectie. Houdt in dat ze de top 8 spelers van Nederland dat zij onder hun hoede hebben. En daarvan ben ik nu een van de 4 blokkeerders. En zodoende heb ik die keuze gemaakt en ben ik ook gekoppeld aan iemand anders binnen dat programma. En ben je er blij mee? Ja, ik ben er zeker blij mee. Gaat goed. We hebben nu net pas 2 maanden aan voorbereiding gehad qua trainen weer na de coronatijd. We zijn 2 weken in Duitsland geweest om daar trainingsweken af te werken met Duitse en Poolse topteams. En dit is het eerste toernooi in competitieverband dat we weer spelen. Het gaat er nu toe nog heel goed. We staan in de finale. Dus we hopen dat we de laatste wedstrijd ook lekker door kunnen zetten. Gisteren was het fysiek echt heel zwaar, omdat het natuurlijk heel warm was. De hele dag zon gehad, wat natuurlijk ook super is voor de volleybalsport. Alleen als atleet is het echt wel zwaar om de hele dag door te zetten. Vandaag 2 wedstrijden op programma, waarvan we gelukkig de eerste hebben gewonnen. Een spannende 3 setten wel. Uiteindelijk staan we nu in de finale, morgen zo meteen nog een keer. We gaan zien hoe lang de wedstrijd gaat duren. Dirk is gewoon als een goede speler, daarom speelde ik vorig jaar ook natuurlijk met hem. En Mart komt net uit de zaal, heb ik begrepen, goede blokkeerder. Dus we gaan kijken hoe het precies gaat. Het windje van vandaag, dat zou je wel goed uitkomen. Ja, het is lekker dat je een fris windje erbij hebt. De winnaars hier in Almelo, Stefan Boermans en Jorik de Groot. Wat een overtuiging, wat een kracht, dit nieuwe team. Ja, dit is natuurlijk genieten voor deze gasten. Ook een respect en een applaus voor Dirk Boulet en Max van Berghoven. Eerste toernooi sinds jaren, weer samen gelijk het zilver. Ofwel dit beloof, wat goed voor de komende.